We beginnen deze elf sport in Herten. SAH speelde namelijk Toes tegen de koploper. Maar na een kwartier spelen ging het al mis. Tim Maassen scoorde namens Schaarsberg de 0-1. Door de bal loeihard in de touwen achter SAH-keeper Ruud Schumann. Winst tegen Schaarsberg zou natuurlijk een echte stunt zijn. Maar SAH heeft dit seizoen al bewezen dat het ook tegen de hoger geclasseerde ploegen in die tweede klasse G goed kan spelen. En ook afgelopen zondag ging het lang niet zo slecht. SAH speelde gedurfd en zocht nadrukkelijk de aanval, ook naar de 0-1. En als het een klein beetje meer geluk had gehad bij deze corner, dan was het zomaar 1-1 geweest. Nu ging de kopbal van aanvaller Juliette Wierik voorlangs. Schaarsberg zou in de tweede helft echter op 0-2 komen. Kai Benders wist hij bal te scoren. Maar om de verhouding tussen de twee ploegen iets beter en de score weer te geven, werden het uiteindelijk 1-2. Sven Domburg scoorde vlak voor tijd de eretreffer. SAH bewees dat het Toes heurt in die tweede klasse, maar zal de komende weken toch nog aan de bak motten. Een aantal punten zijn er nog nodig om definitief veilig te zijn. SAH staat 9e in de pool met 14 ploegen en de nummer 12 Simpelveld heeft maar 6 punten minder. In de derde periode pakte SAH nog geen enkel puntje, maar de ploeg mist dan ook een aantal belangrijke spelers. In het postweekend hoeft SAH niet in actie te komen. Dat is dan weer het voordeel van een kunstgrasveld. De toetswedstrijden van Herten gaan in ieder geval altijd door. Van de koploper wist SAH dus niet te winnen. En de komende weken komen ook nog de nummer 2 en de nummer 3 op bezoek in Herten. En de toeschouwers waren altijd wel getrakteerd op een leuke pot voetbal hier bij SAH. En we hebben de jeugd het de toekomst. SAH het komend seizoen maar liefst 9 A en B teams. Dus dat belooft nog het voor de komende jaren. Even naar vierde klasser Zwamen, die speelde Toes tegen Helden. Die kwamen in de eerste helft op 0-2 achterstand door twee treffers van Koen Maassen. En in de tweede helft ging Helden rustig door met scoren. Tom Peters maakte de 0-3 een kwartier voor tijd. Zwamen is een echte middenmotor met 21 punten uit 15 wedstrijden. Helden dat het nog net gaat beter. Maar de 0-3 achterstand was toch wel enigszins geflatteerd. En dus moest Zwamen nog op zoek naar minstens een eretreffer in de tweede helft in die slotfase van de wedstrijd. De eerste kans werd nog in de hein van de keeper van Helden gekupt. De red oog in tweede voorzet, maar in de rebound is het wel raak. En scoort Siem van der Linde de 3-1. Het is dan al natuurlijk veel te laat om te beginnen met scoren, want de 3-0 achterstand sting met nog maar een kwartier te spelen op het scorebord. Maar Zwamen kreeg vleugels door dat treffer van der Linde. Aan de zijkant, de dribbelactie. Zeuken naar de vrije man. Wem staat er dan vrije? Ruud Timmermans staat niet vrije, maar kap zich dan wel vrije en hij scoort. De 3-2 brengt zomaar de spanning terug in de wedstrijd. Terwijl Helden al dag met 2 voet over de finish te zijn, kreeg de keeper van Helden zomaar nog 2 treffers om de oren. En dan is het 3-2 en dan is er nog even te spelen. Dus het kan nog. Kreeg Zwamen het dan toch nog voor elkaar om minstens een punt uit het vuur te slijpen. De actie van de Ziekan en de voorzet. En hij komt net niet bij een medespeler. En zo gaat Zwamen slordig om met de kansen in die slotfase. Maar het is wel weer een wedstrijd en de spanning is weer helemaal terug. Helden dan met een prachtige crossbal. Komt weer een kans aan, wil het dan 4-2. Goed spelen, combineren, zoeken naar de vrije man. Daar komt dan nog het shot, maar dat gaat richting Helden, zullen we maar zeggen. En zo blijft de 3-2 nog best wel lang op het scorebord staan. Slotfase van de wedstrijd. Komt er nog een treffer aan, misschien van Zwamen. Weer de actie van Timmermans. Schot geblokt. Balbezit blief voor Zwamen. Zeuken weer naar de vrije man. De motte immers op goal gaan zitten. Of een voorzet gaan afleveren. Lijkt wel een handbalaanval. Daar komt de bal voor. En binnen. 3-3. Maar moet het spel. Het doelpunt werd afgekeurd door de scheidsrechter op advies van de vlagger. En zo gaat de derde treffer van Zwamen nee door. En dat is heel zoer. Wordt het dan nog 4-2 aan de andere kant? Oh, daar wordt alleen keeper Juri Schumann nog even geraakt. De aanvaller van Helden kreeg daar een geel kaart voor.
Maar dan horen we het eindsignaal en verlies Zwamen met 3-2 van Helden. En dat valt tegen, ook voor Zwamenkeeper Juri Schumann. Juri, dat is jou maar op zich knap, hè? 3-0 achter en dan nog 3-2. Ja, we hebben er alles aan gedaan, maar we kwamen net tekort. Een beetje zoen van de tegenholen. Daar verliezen we eigenlijk, want ik denk dat we voetballend zeker niet minder worden als Helden. Heb ze pech dat hij nu gewoon nog afkeurt. Goed, ik ken niet zien van de achter, maar ja. Een beetje dubieus voor mijn gevoel, maar goed. We zullen het nooit weten. In ieder geval begint je eigenlijk pas te scoren op het moment dat het al eigenlijk te laat is. Ja, ik denk dat de meesten hadden van 0-3 dat is gespeeld. Maar we zijn eigenlijk blijven voetballen. En ook voordat het 3-0 was, voetballen we best aardig. Maar we kregen net 2 goals snel achtereen tegen. Maar goed, we zijn wel een schoon trucje knokken. En goed, complimenten aan het team. Want je kunt het eigenlijk niet meer schat verbieden. Het is jammer dat ze niet in de punt was. Nu is het in deze klasse zo dat het zijn allemaal heel dun bijeen. Dus elke wedstrijd telt nu. Hè? Dat zal de komende weken zeker nog spelen. Toch? Ja, het staat heel dichtbij. We stonden 6e geloof ik. Ja, als ze winst had ze ook naar plek 4 kunnen gaan. Dan moesten ze kijken wat de ploegen onder die doen. Dus de nummer 1 en 2 zijn weg. Maar voor de rest is het heel dichtbijeen. Maar er moest wel nog het punt halen om zeker in de klas te blijven. Maar daar ben ik niet zo bang voor. Want we hebben kwaliteit genoeg. En als het eigenlijk voetbal weer erin kan wat verkennen, dan halen we ons punten wel. Daar ben ik niet bang voor. Het was erop of drongen voor Azeroy. Ze gingen op bezoek bij RKSVN in Neer. En RKSVN is, mits ze de inhaalwedstrijden winnen, de cuploper. En dat bleek ook al snel in de eerste helft. En de eerste kans wordt nog maar net overgeschoten via de lat. En dat was meteen de grootste kans van die eerste helft. Maar de bal ging er niet in. Dan zien we een aanval van Azeroy. En wordt er hens gemaakt door een verdediger van Neer. Scheidsrechterzijdig kan er niks aan doen. De vrije trap, die wordt mooi gekruld, maar hij dacht mooi over de goal van Neer. En dan lopen de gemoederen nog even hoog op. We zien dat de bank van Neer zich erg druk maakt. En de vlaggen van Azeroy op zijn beurt ook. Maar het blijft gelukkig bij gaat duwen en trekken. Maar het geval aan dat op deze wedstrijd de belangen heel groot zijn. De winnaar duidt alvast een stepje vooruit op een mogelijk kampioenschap. Uiteindelijk hield de scheidsrechter de gemoederen in toom. Azeroy in de aanval. Daar komt de kans. Oh, als ze de bal aanraakt, dan kan er zomaar in de touwen vliegen. Dit keer is het een simpele prooi voor de keeper van Neer. Opnieuw Azeroy met weer zo'n diepe bal. Weer net niet. Oh, bal gaat neven. En zo kreeg Azeroy toch wel de grootste kansen in die eerste helft. In de tweede helft dan, een vrije trap van Neer. En de bal, onderkant lat en is er over de lijn geweest. Nee, zet de scheidsrechter. Geen treffer. De bal was neer in de goal. En een prachtige vrije trap. En komt Azeroy met de schrik vrij. Een overtreding dan op de rand van de 16. En dus een vrije trap op een interessante plek. Spelers van Azeroy melden zich dan voorin. Komt de bal bij de tweede paal en kan niet goed weer weggewerkt. En daar is de treffer. 0-1 voor Azeroy. Dat is Larry Heber die uiteindelijk tevoren tegen de bal heeft gekregen. Terwijl in de scrimmage voor de goal Neer de bal niet weggewerkt kreeg. De Azeroy op voorsprong in die tweede helft. Neer kan dan niet veel meer terug doen. En Azeroy kreeg de kans op de 0-2. Wat voor een kans. Neve. Ja, hij erin gemogen in die slotfase van de wedstrijd. Nog een corner voor Azeroy. En dat is een prooi voor de keeper van RKSVN. En dat heet Heus. Want hij weet dat de officiële speeltijd erop zit. En dat weet de scheidsrechter ook. Het is afgelopen. Azeroy wint. Een heel belangrijke 3 punten. En om een nieuwe stap richting het kampioenschap voor RKAWC.